Patrick Visser, je bent fulltime trainer bij Lukduin in Meppel. Zul jij blij zijn dat de jeugd in ieder geval weer mag trainen? Ik ben enorm blij. Ik lag alleen maar. Ik was echt aan het aftellen om te beginnen. En gelukkig hebben wij een goal gekregen van de gemeente. En zijn ook een van de eerste sportverenigingen volgens mij in Almelo die starten met de eerste training. Ja, dat doet me enorm goed. Ik ben ook vandaag begonnen, wat ik net zei. Mijn collega Annemiek van Zuilenkom en Lisette Smeek beginnen volgende week. Zodat we een beetje wat meer tijd krijgen om het allemaal goed te organiseren. En wat hier dus vandaag staat zijn eigenlijk de selectietrainingen. Dus die hebben we als eerste weer opgepakt. We hebben ongeveer 150 jeugdleden, waarvan 80 kinderen tot en met 12 jaar. En de rest tot en met 18 is een stuk of 70. Daar zit heel veel talent bij. Wat we hier zien zijn ook twee talentvolle spelers. We hebben hier natuurlijk Noek Kleinenberg lopen, Nederlands kampioen geworden vorig jaar. En wij doen het met Lukte goed. Jullie hebben diverse maatregelen moeten nemen om dit voor elkaar te krijgen. We zien dat achter ons een klein beetje. Dat was lastig. We hebben een hele goede ploeg, een aantal vrijwilligers. We hebben hier ook een actieve groep, Who's Lucky. Dat is de groep die zich inzet voor middelbare scholieren. We hebben gisteren een beetje coronaproof proberen te krijgen met een inlooproute in en uit. Een aantal regels die ook naar de ouders zijn gegaan, de richtlijnen van de KNLTB. Dus daar gaan we ons wel strikt aan houden. Ja, ik ben blij, je ziet me stralen en ik geniet weer. Ik heb 7 weken binnen moeten zitten. En dit is toch mijn job, fulltime trainer. En ik ben hier bijna geboren en ik wil hier gewoon zijn, onder de mensen. Ja, dankjewel, Hendrik.